Dat er nog altijd wat kritische leden in die achterban zitten. Hè? Maar de Telegraaf schrijft nu dat dat zelfs tot aan de rechter uitgevochten gaat worden. Wat is er aan de hand binnen die partij? In juni dan gaat Europa naar de stembus. En dan doet links ook weer mee met een gezamenlijke lijst. Maar daarna scheiden dan de wegen. De verkozen PvdA's die sluiten zich aan bij de Europese Sociaaldemocraten. En de verkozen GroenLinksers die gaan dan naar de fractie van de Europese Groenen. Maar dat wil die clubkritische leden niet. Onder aanvoer van de Leidse GroenLinks-wethouder Ashley North gaan ze dus nu naar de rechter. De boodschap: alle verkozen leden die moeten zich aansluiten bij de Europese Groene Partij. Dat willen zij dus middels een referendum gaan aanvechten. Dat zal komende donderdag, gaat de rechter in Utrecht beslissen of dat referendum gehouden mag worden. En dan zouden die leden dus moeten stemmen dat iedereen naar de groene fractie gaat en dat ze dus niet meer mogen scheiden. Wel moet. Hoe duid jij dit, als je er niet? Dat is gewoon heel normaal. GroenLinks is een hele andere partij. Hele andere type leden heeft aan aanhang en ideologie dan sociaaldemocratie in Nederland. En dat is naar mijn mening heel normaal dat deze man zegt: ja, wij willen allemaal bij Groenen zitten in Europa en niet bij sociaaldemocraten. Maar het zorgt wel voor een rare situatie, toch dan? Ja, omdat het sowieso is een hele rare situatie. Kijk, sociaaldemocratie, ik heb heel veel vrienden, PvdA-vrienden, maar echte sociaaldemocraten die al 30, 40 jaar sociaaldemocrat zijn, die vinden het echt verbazingwekkend wat er nu gebeurt. Die samengang van PvdA en GroenLinks. En uiteindelijk, en achterban, ook kiezers, zijn hele andere type van bijvoorbeeld PvdA dan van GroenLinks. Ja, maar goed, ze zijn nu eenmaal samen. Dus, en ze proberen toch ook nu zoveel mogelijk kiezers weer naar zich toe te trekken. Het lijkt mij dat dit dan niet helpt in verkiezingstijd, of wel? Nee, dit is natuurlijk een rommeltje. Maar het geeft vooral aan dat ze in zekere zin wel samen zijn, maar toch ook nog zelfstandig. Het is niet één partij, het is echt een samenwerkingsverband. En we hebben eerder gezien dat er bij de PvdA toch nog wat onvrede zat. En nu bolt dat naar boven bij GroenLinks. Ja, en vooral omdat dus met die verkiezingen voor het Europese parlement komt die breuk die er nog steeds tussen de partijen zit. Namelijk, ben je sociaaldemocraat of ben je van de groene club? Ja. Ja, die scheidslijn loopt er nog steeds. En in Europa moet je kleur bekennen. Nou, dat hebben ze toen opgelost door dus de GroenLinks mensen op de kieslijst naar de groene te laten gaan in Europa. En de PvdA'ers mogen dan bij de sociaaldemocraten aansluiten. Maar daar is dus wat op af te dingen. En intern zijn ze daar niet uitgekomen. Dus stapt nu deze Leidse wethouder naar de rechter. Dus ook wel, dit is ook toch wel heftig dat de rechter daar dan uiteindelijk uitspraak over moet doen. Zeker, ja. Het geeft dus aan hoe groot die mate van onvrede is. Want er lopen hier al maandenlang discussies over binnen de partij. En ze komen er dus niet uit. En dan zet je deze forse stap. Ja, en uiteindelijk welke uitspraak de rechter ook doet, er zullen altijd de mensen zijn die dan onmin daarover hebben, die het daar niet mee zijn. Zeker. Nou ja, een politieke partij is ook een vereniging. Dus je kunt naar de rechter stappen. Je kunt naar de rechter vragen om een oordeel te vellen. Er op zich niets vreemds aan. Maar het blijft natuurlijk een bijzondere vraagstuk, ook voor Frans Timmermans. Omdat uiteindelijk, wanneer je naar de rechter gaat, betekent dat je politiek niet uitkomt in je eigen beweging. Ja. We gaan even iets leuks doen, namelijk koken op school. 3000 leerlingen die krijgen deze dagen